Casper, we hebben verschillende nieuwswebsites bekeken over technologie, artikelen over technologie. En daar praat ik altijd een mooie stokfoto bovenaan de pagina. Tje. We hebben er heel wat voorbij zien komen. Wat valt jou nu op? Ja, niet echt menselijke, geen menselijke maat, maar heel erg, ja, zoals dit, die lampjes en tuk, al die draden. Heel erg mysterieus. Ik zie heel veel overlays, heel veel data die in de ruimte zweeft. Ja, precies. Ik zie allerlei nullen en enen rondzweven. Ik zie toch ook wel veel handen. Echt hardware. Ik zie veel robotarmen. Ik zie veel printplaten en andere echte harde technologie. Ja, het ziet natuurlijk ook de hand alsof we een soort van de toekomst in onze vingertoppen... In onze hand kunnen zetten. Ja. Kijk, en dit was wel echt mijn favoriet die ik tegenkwam. Ja. Agressieve software gaat opnieuw rond. En we zien een stokfoto in een stokfoto. Ja. Slecht uitgesneden is. En dat het ook gewoon JavaScript of jQuery is wat we hier zien. Ja. Valt ook op dat er bijna geen mensen in stokfoto's zitten, behalve als het om een hacker gaat. Dan is het opeens een persoon. Ja. Maar bij alle andere dingen zie je eigenlijk helemaal de mens niet terug in de foto's. Oh, nee, precies. Dus als het om hackers gaat, dan is het... Maar het is niet een heel divers persoon. Het is altijd dezelfde soort persoon, met die hoodie. En die, alsof het niet alledaagse mensen zijn, maar mensen die in een kelder ergens dit zitten te doen. Terwijl dat volgens mij al lang niet meer... Ja. Ik ben nog niet de hacker met de koevoet tegengekomen. Die heb je soms. Ja, precies. Die is helemaal klassiek. En termen als kunstmatige intelligentie, daar zijn eigenlijk helemaal geen beelden voor. Je ziet inderdaad wat hersenen in datapunten. En je ziet hier ook al die informatie die zo het brein ingaat, al die eentjes en nulletjes die zo... Ik zie ook heel erg hierin terug dat het brein volgens deze foto's niets anders is dan een verwerkingspunt van allerlei data. Ja, precies. Eigenlijk zijn wij al gewoon niets meer dan onze data. Hersenen en data. Misschien moet het vanuit onze darmen komen. Oké, Siri, we hebben net gekeken naar allerlei foto's bij nieuwsartikelen over technologie. Ja. Die geven een vrij eenzijdig beeld van die technologie. Waarom is dat een onderwerp waar wij als setup iets mee moeten? Nou ja, ik denk dat de manier waarop je technologie verbeeldt, dat heel bepalend is voor hoe we ons ertoe verhouden, hoe we er naar kijken en ook hoe we er naar handelen. En dat als je dus allemaal hele eenzijdige beelden hebt, die de hele tijd alleen maar hetzelfde laten zien, dat het ook heel moeilijk is om je bijvoorbeeld een andere toekomst met technologie voor te stellen. En je ziet dat ook al heel veel afbeeldingen over technologie zijn heel erg heel abstract. Dus de mens is er helemaal uit weggelaten. Wat ook een beetje dan de indruk geeft alsof het iets is wat helemaal buiten onszelf staat en waar we geen invloed meer op hebben. Terwijl dat niet klopt, dat beeld. En ja, je hebt ook wel hele belangrijke thema's zoals bijvoorbeeld surveillance kapitalisme, het verdienmodel achter onze digitale wereld. Of een onderwerp zoals polariserende algoritmes. Dat is echt heel abstract. En dan helpt het dus als je ook goede beelden hebt die dat wat invoelbaarder kunnen maken, zodat mensen ook meer de sociale aspecten van technologie begrijpen. Want als je een beetje naar die plaatjes kijkt, dan zie je vooral heel erg veel technologische verbeeldingskracht, maar eigenlijk heel weinig sociale verbeeldingskracht. Ik vind het zelf ook best moeilijk om goede beelden te vinden bij artikelen die wij schrijven. Het zijn complexe onderwerpen die nog heel abstract zijn. Als je al deze beelden hebt gezien die vandaag voorbij komen, zou je het beter doen? Ja, ik denk het wel. Het lijkt me ook wel interessant om te zien waar je dan op uitkomt. Of je misschien op hele juist simpelere beelden veel sprekender zijn. Of zo. Dat je echt gewoon laat zien wat het is zonder al die juice eromheen. En zonder al dat gedoe eromheen. Ja, ik ben wel benieuwd wat daar uitkomt. Ja. Als je de beeldvorming over technologie wil veranderen, moet je natuurlijk ook weten waar je vandaan komt. Vandaar dat we samenwerken met Jessie de Koker en Danielle Arends van de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek, Lectoraat Journalistiek en Innovatie, die ons hierbij helpen. Dus Jessie, vertel maar, wat zijn jullie aan het doen voor ons? Ja, we zijn metaforen aan het identificeren rondom technologische thema's. Dat is we kijken naar de historie, dus vanaf 1971 tot aan nu. En daarin kijken we naar de grootste Nederlandse kranten, om te kijken welke metaforen gebruikt worden en welke wereldbeelden of inzicht of frames daarbij worden meegegeven. Nou, waarom is dat zo belangrijk, Danielle?
Ja, omdat die beelden heel erg ons publieke denken bepalen. Journalisten hebben een hele belangrijke rol in het publieke debat. En de manier waarop zij, hè, hun woordkeuze, maar zeker ook de beelden die ze gebruiken, heel erg bepalend zijn voor de manier waarop we over technologie denken. En we zien vooral nu dat dat vaak hele utopische of dystopische beelden zijn. Dus of de techniek die alles kan, of die onze banen komt inpikken. Terwijl we daar echt nuancering voor nodig hebben. En om daar nieuwe beelden op te ontwikkelen, is het wel heel goed om te weten waar komen we dan vandaan. Een stuk historisch onderzoek om vervolgens input te geven aan de ontwerpers waar Setup mee aan de slag gaat. Ja, dankjewel. Terug naar jullie. Ja, we zijn wel een beetje klaar met stokfoto's van hackers in hoodies en onbegrijpelijke programmeercode. Daarom starten we een ontwerptraject om nieuwe beelden te maken. Om zo te werken aan een nieuw technologie-kritisch voorstellingsvermogen. Oh, heeft hij ook weer een hoodie op? Echt, alsof iedereen gewoon een hoodie op heeft. Dat slaat nog nergens op. Ik denk dat we geld nodig hebben om gewoon te kijken waarom heeft iedereen een hoodie op.